onderkin wordt gemasseerd. Ja, die bankje is ook fucking heet, man. Rot op. Ik ben vogelfluisteraar, mensen geloven er niet, maar... Oh, jawel, die zit er onder de pet. Het is je boy QC en leuk dat je kijkt naar bizarre dingen. En jongens, vandaag gaan we weer iets bizars doen, nog steeds in Dubai. En ik ga dus een spaatje pakken, man. En het is niet zomaar een spaatje, het is de meest exclusieve van de wereld. Ik bedoel, dit vind je nergens anders. Ik ben VIP hier. En dat betekent een goede behandeling. De voetjes moeten los, de schoudertjes moeten los. En ik heb er zin in, dus laten we naar binnen gaan. Oh, jawel, papa. Welcome to El Casa Telly Spa. Thank you for visiting us today. Yeah. We hope you enjoy your treatment with us. So what can I expect today? We're going to be doing Margie's 60-minute men's facial. So Margie's is from Monte Carlo. It's really great in terms of plumping up the skin for fine lines, wrinkles, and basically help to brighten up your face. So you are expecting to have a lot of relaxation, a lot of pampering, and definitely a brighter look after your facial. You also got something for the wallet. Like the bags. The bags under the eyes. Yeah. Well, some sleep would actually definitely help with that, yes. Yes, thank you very much. Okay, perfect. Thank you. Ik ga me eventjes omkleden en dan ga ik me klaarmaken voor een behandeling. Oh, je wel, papa. Oh, twee van die grote deuren. Oh, ik duwde, maar ik moest trekken. Oh, wauw. Zo, hé, dit is gewoon een doolhof, man. Ik krijg een beetje die Aladdin-vibe, toch? Is dit het dan? Oh, potjesje. Ik ga me eventjes omkleden en dan kom ik super flexibel terug. En dan kan de behandeling beginnen. Oh, jawel, papa. Hey, ik heb echt de beste baslippen ooit, man. Gucci flops. Ja, kijk hier, dit gaat toch niet? Ik ben echt benieuwd wat ik ga meemaken. Het is ook de eerste keer dat ik in een spa ben. En ik heb eigenlijk nooit zoiets gedaan. Maar ik ga kijken hoe het bevalt. Als het me echt bevalt, dan ga ik in Nederland even bij zo'n spa-clubje aanmelden. En dan kom ik daar ook een zondag met mijn badjasje. Ik ga het gewoon over me heen laten komen. Even kijken hoe ik het ga vinden. Alleen ik weet niet waar ik moet, beginnen nu. Moet ik in die oven gaan zitten daar zo? Moet ik hier in bad? Maar is er ook nergens zo'n instructie of zo dat ze zeggen van ja... Dat moet je gewoon zelf weten, is dat het? Ja, ik denk dat ik toch ga beginnen met de sauna. Ik weet niet... Ik weet niet wat precies... Kijk, het is fucking warm hier, man. Moet ik daarin? Ik snap niet dat mensen dit doen voor de fun, man. Ik ben benauwd hier. Zo, ik ga even proberen te zitten, man. Ja, die bankje is ook fucking heet, man. Oké, jongens, ik vraag me dus af... Wat hier ontspannen aan is. Ik ben aan het overleven, zeg maar. Ik probeer gewoon mezelf in leven te houden hier. Is het een sport of zo? Rot op. Het is veel te warm hier. Ik snap gewoon de functie niet. Maar ja, ik ga even een badje in. En dat lijkt me wel weer lekker. Oh, even afkoelen. Oeh, jawel, jawel. Ik ga er ook echt van houden. Van dichten. Zeg maar. Wat is lucht zonder zon? Wat is zon zonder aarde? Als ik geen tijd voor jou heb, kan ik de energie besparen. Besparen. Dat is flex. Flex. Dat is lekker. Soms word ik boos. Ga ik even uit mijn stekker. Stekker. Dat is stroom. Stroom. Dat is elektriciteit. Soms ben ik bij jou, soms raak ik mezelf even kwijt. Wat een mooie shot! Ik zeg jullie eerlijk, ik kan hier eigenlijk blijven liggen, terwijl ik eigenlijk moet zitten. Maar nog veel behandelingen te gaan, dus laten we gaan, man. Oké, wat is dit? Gaan we in de woonkamer zitten of zo? Het voelt een soort van escape room hier of zo, man. Ik moet zeg maar elke keer ontdekken wat ik ga doen. Oeh, we gaan even lekker naar buiten.
Now, let's go with the goat. We go to the... Sorry, slippers doen pijn, man. Tuurlijk, nog een trap erbij. Ik denk dat het echt heerlijk is. Ik ben helemaal alleen gewoon. Niemand is hier. Alles is voor mij. En ja, het is wel heerlijk, man. Rustgevend. Inademen. Uitademen. Dat heb ik geleerd bij de zwangerschap van mijn vriendin. Toen ze moest bevallen. Ik zei, ik word allemaal gek. Wat zijn dat, vogels of zo? Ik ben vogelfluisteraar. Mensen geloven er niet, maar... Oh man, wat een grote mierie. Hey, mierie. Waarom moet ik hier zijn? Hallo. Oh, dit. Jawel man. Jongens, van mij krijg ik hier een massage. Sorry. Yes, sir. I got like the big feet. Ja. Hey, mijn voeten krijgen wel liefde, man. So, this table can have like heavy people. Ja, man, ik moet dit vaker gaan doen, man. Ik denk dat dit goed is voor je rust, man. Kom man, gaan we een keer samen gewoon naar zo'n, ja toch, een gekke spa. Ja, dat is wel relaxed, man. Oh. Jongens, oké, Glenn, ik weet niet of dit voor aftermovie is, dus Glenn wil dat ik gewoon doe alsof ik een stijve dik heb. En dat ik zeg maar gewoon... Dat hij gaat zeggen van, oh, het was een joke. Laat me met rust. Ik ga hem gooien, hè? Ja. Oh, jawel, man. 100 kilo is gemasseerd. Voel als een kat ook. Oh, wat is dit? Ik raad dit iedereen aan, want dit is super relaxed. We are done? Ja. Oh, I want to be for hours here. Ik ben relaxed. Zie je net, dan was ik de hele tijd grapjes aan het maken. Ik ben gewoon niet eens grapjes mee aan het maken, man. Thank you. It was very nice. It was like the first time, but I'm like very relaxed. Oké, jongens, ik ga naar de volgende. Jawel, ska. Ben je spreken? Nee, denk ik niet. Thank you. De Rolex. Hè? Huh? Oh, mijn horloge. I forgot. Zo, ik ben zeg maar zo zen. Dat gaat allemaal niet meer boeien. Jongens, een lekkere massage gehad. En dan ga ik nu ook nog eventjes een privébadje pakken. Het enige wat ik niet begrijp is dat deze bad zeg maar 1,5 meter diep kan. En er zit een strandwacht erbij. Ja, dus we gaan eventjes lekker met de voetjes erin. Oh, Frederik. Ja, maar lekker, man. Jongens, ik denk dat iedereen dit moet doen, man. Jezelf gewoon verwennen. It's a big man thing. Oh, man. Ik heb niet eens zin meer om boos te worden, man. Ik wil gewoon lekker chillen, man. Ik hou van heel de wereld, ik zweer het. Oeh, jongens, wat heb ik genoten, man. Het was de fully treatment. Ik ben helemaal zen. Het was geweldig, man. Zeker voor herhaling vatbaar. En ja, als ik in Nederland ben, ga ik het ook weer doen. Voor alle mensen die in Nederland zijn, vergeet de video niet te liken. Te subscriben. Laat even een commentje achter. En blijf kijken, want er komen nog leuke dingen aan. Dit was bizarre dingen. En ik ben zen. Oh, jawel.